Heb je zin om met mij even een lekker mooie klaproos te maken? De meid heb weer lopen scrollen op het internet en moet je kijken wat ik daar tegenkwam. Deze prachtige bloemen. En, spoiler alert, ze zijn nep. Met de hand gemaakt. Skitterend. Ik sloeg stijl achterover toen ik erachter kwam dat dit kan. De meeste nepbloemen in de winkel vind ik er nepper uitzien dan deze. Maar dat je dit zelf ook nog eens thuis zo kan maken, dit moet ik proberen. Ik heb de hele materie onderzocht. Ik ben er tot de bodem in gedoken. En ik ga je vandaag dan ook leren hoe je deze prachtige bloemen zelf thuis kunt maken. Ik zie mezelf al helemaal lopen hoor, met mijn bosje klaprozen. En je mooie klaproos gemaakt? Achterlijke klaproos die je er bent. Ik weet niet wat voor een accent dit is, maar ik kan het erg goed. Om deze klaprozen te kunnen maken, hebben we natuurlijk weer een aantal dingen nodig. Allereerst, crêpepapier. Zoals ik zei, heb ik me verdiept in de materie van deze bloemen. En ik kwam erachter dat er dus nogal een verschil zit in crêpepapier. Ik was namelijk meteen naar de AC de Jong gefietst, een van mijn favoriete winkels. En daar had ik een pakje crêpepapier gekocht voor maar liefst 1 euro. Ik heb deze bloem proberen te maken en toen kwam dit eruit. Ja, het lijkt nog niet echt op een echte klaproos. En dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja, we willen wel voor echte bloemen gaan. Toen kwam ik er dus achter dat je dit soort crêpepapier hebt. Dit is een stuk dikker en het heeft ook een beetje een soort van ander patroontje erin. En als je dus aan de slag gaat met dit crêpepapier, dan krijg je opeens dit. Optie 1 of optie 2? Nou ja, ik weet het wel. Dit is wel dus een iets prijziger bloemetje. Want dit crêpepapier, 1 rol, is volgens mij 3,50 bij de Pippo's. Maar ja, dan heb je ook wel iets meer waar voor je geld. Dat dus even over het crêpepapier. Dan hebben we nog stiften nodig. Of nou ja, stiften. Eigenlijk alleen een oranje stift. WC-papier. De knutsels worden hier steeds creatiever. Ik begrijp het. Even een lijmpistool. IJzerdraad. Een tangetje om natuurlijk je ijzerdraad te knippen. En wat ik ook heb gekocht bij de Pippo's is dit. Dit is dus heel speciaal. Crêpepapier tape. Ik wist niet dat het bestond, dames en heren. That's it, jongens. Dus ik zou zeggen, aan de slag. Het eerste wat we gaan doen is de binnenkant van de bloem maken. En zoals je ziet heb ik aan de binnenkant van die leuke gele stampertjes, hè. Dat is ook wat er in een echte klaproos zit. Want dat is natuurlijk waar de bloemetjes en de bijtjes op afkomen. Oh nee, niet de bloemetjes, maar wel de bijtjes. En die maken we van geel crêpepapier. Mocht je dus dit crêpepapier hebben, is het belangrijk om even te letten op de vouwsubstantie van je crêpepapier. Je crêpepapier heeft namelijk van die horizontale lijnen. Voor de stampertjes willen we ze graag verticaal hebben. Dus ik knip mijn crêpepapier niet horizontaal, maar ik knip het verticaal. Snap je? Dat is even belangrijk. Anders gaat het meteen al mis en dat willen we niet. Ik knip daar even een rechthoekje van. Ongeveer zoiets. Nu snap je dus wat ik bedoel. Dit kan dus nog steeds zo stretchen, maar niet zo. Het is eigenlijk net stof. Bij stof werkt dat ook zo. De ene kant rekt lekker mee en de andere kant rekt niet mee. Dus het is belangrijk als je dit knipt, dat je het meeknipt met de rek. Dat de rek er zo in zit. Dan pakken we ons oranje stiftje en gaan we de randjes kleuren. En ik doe dat lekker een beetje grof, want het gaat meer om een soort van leuk kleurdetail. Dat oranje doe ik aan beide kanten, dus ik leg ook even de andere kant naar boven en daar teken ik ook met mijn stiftje overheen. Dan kunnen we de stampers in gaan knippen en dat doe ik door mijn crêpepapiertje even 2 keer dubbel te vouwen, dat het even wat kleiner wordt. Een mooi pakketje en dan knip ik hem vanaf de oranje kant in met mijn schaar. En zo maken we er hele kleine sliertjes van. Dan kan je je stampertjes nog een beetje draaien, zodat ze niet allemaal zo vers geknipt zijn, maar dat ze een beetje grappige vormpjes krijgen. En als je hem dan uitrolt, kijk, dan zijn dit de gezellige stampertjes geworden. En dan zie je ook het leuke gradient effect, hè, met het oranje. Dat ziet er natuurlijk ook erg gezellig uit. En om het nou nog een beetje realistisch te maken, gaan we de puntjes ook nog een klein beetje ombuigen. En daarvoor kan je gewoon weer even je stiftje pakken en hem een beetje zo langs de randjes buigen, zodat de uiteindes een beetje gaan krullen. En daar hoef je helemaal niet heel hard voor te duwen of zo, want het buigt vanzelf al best wel snel een beetje mee. Nu we de stampertjes van de bloem hebben gemaakt, kunnen we het binnenste knopje van de bloem gaan maken. En daarvoor hebben we het wc-papier nodig. Ja, jullie dachten dat ik een grapje maakte, maar dat hebben we echt nodig vandaag. We pakken namelijk 2 velletjes toiletpapier. Die vouwen we even naar binnen. Daar maken we even een keurig rolletje van. Dan kunnen we het steeltje van de klaproos afknippen. En daarvoor pak ik even een lang genoeg stuk ijzerdraad. En die knip ik af met mijn tangetje. Dan buigen we het uiteinde van ons ijzerdraadje om. En kan je je wc-papiertje daartussen doen. Ik knijp hem met mijn tangetje nog even wat extra dicht, zodat het wc-papiertje ook nergens meer naartoe kan. En dan kunnen we van het wc-papiertje een soort van bolletje gaan vouwen. Eigenlijk wikkel ik het er gewoon een beetje omheen. Op deze manier. Het hoeft niet een perfecte bol te zijn, want we gaan de bol nog verder omwikkelen met ons crêpepapiertape. En ik begin onderaan bij mijn bolletje. En dan wikkel ik het tape
er mooi omheen. Lekker een beetje strak, dat het wc-papier ook goed blijft zitten. En natuurlijk dat het helemaal bedekt is en je geen bit meer ziet. Dan kan je het afknippen en een beetje zo aanduwen, zodat alle losse uiteindjes ook allemaal aan het bolletje plakken. Om deze bloem nou nog een leuk detail mee te geven, heb ik aan de binnenkant even een kruis gemaakt van nog wat geel crêpepapier. En daarvoor is het belangrijk dat je je crêpepapier wel horizontaal knipt. Want we gaan namelijk hele lange dunne strookjes rollen en dat rolt het lekkerst als je je crêpepapier meerolt in de vleug. Dus ik knip gewoon een heel klein stukje af, een reepje. En zo'n stukje heb ik 3 keer nodig. En dan kan je dit dus heel goed tussen je handen rollen. En dan krijg je dus eigenlijk ja, een soort heel klein strootje. En als je dan 3 van die strootjes hebt, dan kan je ze even kruislinksgewijs over de knop van je bloem heen doen. En om er nou voor te zorgen dat dit goed blijft zitten, pak ik weer mijn crêpepapiertape erbij. En wikkel ik dat er weer omheen. Gele wat een beetje uitsteekt, dat kan je er nog gewoon afknippen. Nu we alles klaar hebben voor het binnenste van de bloem, gaan we natuurlijk verder met de buitenkant van de bloem. En daarvoor kiezen we even een mooi kleurtje uit. En ik denk dat ik voor deze middenroze ga. Belangrijk is weer, als je je crêpepapier gaat knippen, dat je de bloemblaadjes zo maakt dat er in de breedte rek in zit. Op deze manier zit de rek naar beneden. Als je hem zo hebt, zit de rek in de breedte. Dus ik knip weer mijn blaadjes op deze manier in, zodat ik straks genoeg rek heb om mijn blaadjes ook een beetje te kunnen rimpelen. En ik maak er meteen wat meer, dus ik knip gewoon eerst een hele strook af. En dan knip ik er nog losse rechthoekjes van. Deze leg ik hier weer even op de volgende. En dan knip ik die ook weer in dezelfde maat. En per bloem heb je in ieder geval 4 van deze blaadjes nodig. Als je er rechthoekjes van hebt geknipt, gaan we het blaadje natuurlijk nog iets meer knippen naar de echte vorm van een bloemblaadje. En daarvoor vouwen we het blaadje even dubbel en knippen we er echt een bloemblaadje van. Dus ik knip hem hieronder. Ietsjes kleiner. Dan maakt hij een mooie bolling. En dan knip ik hem aan de bovenkant recht af. Eigenlijk een beetje deze vorm. Je kan ze natuurlijk ook allemaal op elkaar leggen en in 1 keer in dezelfde vorm uitknippen. Maar ik vind het altijd wel leuk als alle blaadjes net ietsjes verschillen. Dus ik knip ze gewoon allemaal 1 voor 1 met de hand. Als je dan de bloemblaadjes hebt geknipt, dan kunnen we ze gaan vouwen. En vouw ik hem eerst helemaal naar elkaar toe, alsof het een klein harmonicaatje is. Dan krijgen we eigenlijk een heel klein waaiertje. Maar dit ziet er natuurlijk veel te gekunsteld uit. Dus we gaan het even een beetje organisch maken. En dat doen we op deze manier. Perfect. En kijk, als je hem dan al een beetje uitspreidt, dan begint het al veel meer op een echt blaadje van een klaproos te lijken. Nou kan je er natuurlijk nog voor kiezen om de randjes van de klaproos weer een klein beetje om te vouwen. En daarvoor pak ik weer even de stift en rol ik die uiteindes gewoon een beetje in. Dan begint het ook wel echt op een bloemblaadje te lijken. Deze onderkant gaan we vastmaken aan de bloem. En om het iets minder dik te maken, kan je hem ook nog een klein beetje inknippen met je schaar. En dan kunnen we dit even vastlijmen. En dan kunnen we het volgende blaadje gaan maken. En dat doen we precies op dezelfde manier. Dan kunnen we natuurlijk alle losse onderdelen aan elkaar gaan plakken. En komt de bloem tot stand. Dus we beginnen met de stampertjes van de bloem. En die lijm ik met mijn lijmpistool om een knopje heen. Dan hebben we dit. En dan kunnen we natuurlijk nog de roze bloemblaadjes eromheen plakken. En ik plak er als eerste 2 recht tegenover elkaar. Kijk nou, dit begint toch al echt ziek op een bloem te lijken. En dan kunnen we natuurlijk nog ons steeltje inwikkelen met onze groene tape, zodat het er ook weer netjes afgewerkt uitziet. En zo kan je dus je eigen fantastische klaprozen maken. Is die niet adorable? Ik ga er nog veel meer maken. Ik vind dit enig. Rapapa! Oh, kijk nou hoe fantastisch dit is. Het lijkt wel alsof ik een eigen kraampje ben begonnen. 1 bosje klaprozen, 5 euro. Dit is toch amazing. Ik heb ook nog deze gemaakt. Ik ben er helemaal weg van. Moet je nou kijken. Fuchsia roze klaprozen. Zeker zo bij elkaar als bossie. En moet je zien hoe fantastisch dit eruit ziet in een vaas. Let op, ik heb hier ook de perfecte vazen voor. Kijk, van die fantastische Delfsblauwe vazen. En wat dacht je van deze? Overigens allebei van de kringloop, dat snap je. Dit is toch fantastisch. Die kleur bij deze. Nou. Oh, ik had het niet durven dromen dat het zo goed zou lukken. Waanzinnig. Ik moet je eerlijk vertellen dat mijn moeder hier net even iets kwam ophalen. En toen had ik dus deze fantastische bloemen staan. En mijn moeder zegt, joe, wat een mooie bloemen. Ik zeg, ja, heb ik zelf gemaakt. Zegt ze, nee, joh. Wauw. Ja, helemaal onder de indruk natuurlijk. En dat snap ik, want dit is waanzinnig. Dus ik heb mijn moeder meteen ook naar huis gestuurd met een bosje bloemen. Ja, ik heb meteen nog meer klaprozen gemaakt. Ik zou zo een handel kunnen beginnen. 5 euro! Ik hoop natuurlijk dat jullie dit ook weer een enorm succes vonden. En als jullie dit zelf thuis gaan doen, laat het me dan vooral even weten hieronder in de comments. Like deze video natuurlijk even. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er gewoon weer.